Ja, dat is natuurlijk een overtreding. Dat ziet mijn moeder ook. De bal gaat over de flank. Wat gaat hij hiermee doen? De doelman verdedigt zijn doel. Nou, daar is hij voor, hè? Misschien komen ze voor via deze hoekschop. Bal naar het midden. De doelman ziet die hoekschop recht op zich afkomen. Morgan Sanson. Renato Sanchez. Ben Yedder. Er is een Ben Yedder. Sterke actie van de... De doelman. Korte bal naar een teamgenoot. Schiet op doel. Die bal wordt geblokt door die speler. Sergio Ramos. Zo wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Het is toch wat, hè, Siert? Zoveel kansen creëren, zoals we hier kunnen zien. En dan toch niet op voorsprong kunnen komen. Dan kun je je afvragen, is dat een gebrek aan geluk in de afronding? Of is het gewoon belabberd afwerken? Alle ruimte aan de rand van het veld voor Messi. Ja, en als we... Een schot voor de voorsprong. Een geweldige ingreep van die verdediger. Gevaar voorbij. En weer de druk op de bal. Bal bij Thierry Henry. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Uitstekende positie voor een voorzet. Goed werk van de verdediger. Aanval gestopt. Arthur Melo. Duikt mooi naar de bal. Ja, nu kan er een counter komen. Snijdt door bij de achterlijn. Ze leveren de bal in. Alle ruimte op de flank. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. En hij schiet. Hij raakt die bal vol. Wat een knal, zeg. Ja, en hij gaat maar net naast, hè. Anders was het de doelpunt geweest. We gaan 3 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. 3 minutes of added time. Davy Prupper. Lucas Vazquez. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit.
Wissam Ben Yedder. Ja, ze verliezen de bal. Einde counter. We gaan de rust in met nog steeds de stand van 0-0. We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. Alle ruimte voor een dribbel. Komt er een voorzet aan. Aanval gestopt, de bal weggewerkt, alles veilig nu. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Nee, toch niet. Die aanval is gestopt door de tegenstander. De bal gaat goed rond. Het is een rondo. Uitstekend samenspel. Maar de verdedigende partij heeft geen problemen met zo'n bal. De bal wordt ingeleverd. Een inworp. Clément Longley, Renato Sanchez, Morgan Sanson. Over de vleugel. Nog steeds aan de bal hier. De paas op Wissam Ben Yedder. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd kreeg. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Davy Prupper. Ze krijgen het balbezit weer. Slim. Die paas van Messi. Goal! De eerste van de wedstrijd. Ik zou zeggen, kickverdien. Inderdaad, ze spelen duidelijk beter dan de tegenstander. Dus deze voorsprong is niet meer dan terecht. De score is geopend. Het is 1-0. Hij heeft toch behoorlijk veel last hoor. Kijk maar. Zet verder door. Hiermee moet je uitkijken. Nee, deze paas komt niet aan. Een inworp tegen. Er is een wissel in voorbereiding. Arthur Melo. Morgan Sanson. Met die passes van hem is vandaag niets mis. Dit begint er harder uit te zien. Hij komt eruit om die bal te pakken. Het lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. Wat een drama. Een eigen doelpunt. Wat een drama dat hij die bal er zelf in werkt. Daar gaat het balbezit. Laat de scheidsrechter deze situatie beoordelen. Het idee was om die achterstand te gaan wegwerken. Maar door deze actie, ja, ze zijn nog verder van huis nu. Ja, deze rode kaart, dat zou wel eens de definitieve beslissing kunnen zijn in de wedstrijd. Al weet je het natuurlijk nooit. Joshua Brenet. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Nee, toch geen aanval. De verdediging onderschept de bal. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Sterke tackle, pakt de bal af. Lucas Vazquez. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Listige steekbal. Het ziet er veelbelovend uit. Grote kans voor Messi. Ratatatatatatata. Die gaat er uitstekend in. Oh nee, afgekeurd. Toch geen doelpunt. De vlag ging omhoog. Ja, ik telde hem ook al.
Lucas Vazquez. Klaas-Jan Huntelaar. En we wisselen weer van balbezit. Arthur Melo. Klaas-Jan Huntelaar. Serge Gnabry. Er wordt een vrije trap gegeven. De scheidsrechter laat het bij een waarschuwing. Hey Jeroen, daar ontsnapt hij echt aan een kaart. Ja. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken met dat soort ingrepen, hoor. Voor die sliding moest de scheidsrechter wel fluiten. Kijk eens hoe onbesuisd deze actie is. Nee, zo'n sliding is niet geoorloofd. Nummer 22, Serge Gnabry. Renato Sanchez. Nummer 13, Sherwin Shaqiri. We hebben nog 15 minuten te gaan. Morgan Sanson. Dit kan maar eens een kans opleveren. Nee, zo bereik je geen medespelers. Zwakke voorzet, zeg. En de paas op Messi. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Ze zetten druk en komen weer aan de bal. Nou, wat kan hij hiermee? Tammy Abraham. En zo'n kans moet er gewoon in. Zeker. Helemaal met je eens. Van zo dichtbij moet dat eigenlijk een uitgemaakte zaak zijn. Ja, deze doelman die staat er niet voor niets. Hè. Die kan wel wat. Wat gaat hij hiermee doen? Het schot wordt... Tammy Abraham. En de keeper pakt die bal. Wat een actie, zeg. Die speler ging alleen op hem af, maar faalt. Maar dat is vooral te danken aan de redding van de keeper natuurlijk. Voorzet in de maak. Aangeraakt via de doelman over het doel. Ze gaan een andere speler proberen. De bal komt voor het doel. Oei, de belediging heeft hier grote moeite mee. Hij houdt dat schot tegen. Deze wordt kort genomen. De bal wordt teruggelegd op het... en die bal gaat erin. Er ontstaat ruimte en dan gaat die bal erin. Ze hebben natuurlijk ook meer spelers op het veld lopen. En zoiets blijft meestal niet zonder consequenties. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zegen komt daardoor niet meer in gevaar. Sherdan Shaqiri. Goed verdedigd dat schot. Renato Sanchez. Arthur Melo. Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. Steek die bal maar door. Een fantastisch doelpunt. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal. Mooi doelpunt. Maar ik denk dat de overtalsituatie meespeelt, Jeroen. Ja, inderdaad. Zie het. Je hebt daardoor meer ruimte op het veld. Maar die moet je dan wel weer benutten. En dat doen ze. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter. En is de wedstrijd wel gespeeld. Laatste minuut van de reguliere speeltijd. 3 minuten blessuretijd. Balbezit veroverd. Het ziet er veelbelovend uit. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. De spelers hier worden alvast getrakteerd op een vreugdelied van een aanhang. Die klaarblijkelijk zeer in zijn nopjes is met wat de ploeg hier laat zien. Ja, moet je dat horen. He? En de scheidsrechter houdt het voor gezien. Dit duel is afgelopen. De spelers druipen af naar deze nederlaag. Pijnlijk moment afgaand op die gezichten. Ja, verliezen is altijd zuur natuurlijk. Hier moet er wel les uit worden getrokken. Want het zal de volgende wedstrijd echt beter moeten gaan. Ja, eerst het zuur en dan het zoet.